Maanden en maanden lang waren we bezig om een interview te krijgen in Sevilla met Diego Maradona. Want die voetbalde daar toen in zijn nadagen. En Leo Verheul, die toen bij ons werkte, die kende allerlei mensen in de entourage van Maradona. En maar bellen, maanden achter me. En dat lukte me niet. Ging niet door, we kwamen er niet doorheen. Toen kwamen we op het idee om hem een prijs te geven. Ah, ja, zeiden we. Kom op, we pakken gewoon een of andere Delsblauwe vaas en die plakken we op een ding. Hebben we echt gedaan met lijm. We zetten er een plaatje op en we zeggen dat Maradona verkozen is door de kijkers van Veronica tot beste voetballer van decennium, weet ik veel wat. En ja hoor, bingo. En toen, ja, toen waren we welkom in Sevilla. En kreeg ik een interview met Diego Maradona. Nou, hallo. Uniek materiaal. We waren ook de enige cameraploeg toegelaten. Speciaal voor Maradona. En hij gaf haar een show weg tijdens de training. Met allemaal trucjes en noem maar op. En we hadden een gesprekje met hem. Uniek materiaal. Bewaar het met je leven. En geef het ook door. En deel het. Want elke voetballiefhebber, die moet dit zien. Kijk even hier hoe Diego de bal gaat aannemen. Hap en mee is die bal. Paradijselijk, goddelijk en kijk wat een touch. Paf. Ja, is hij de beste en was hij de beste ooit? Jazeker. Kijk, hap. Zo pak je een drinkbeker op. Hij had onze camera gezien en Diego voerde een showtje op. Kijk maar, hier. Zo hou je een bal hoog als je zit. Dat wilde hij ons laten zien. En hij had speciale voorwaarden in Sevilla. Hij bepaalde wanneer hij ging trainen en hoe hij ging trainen. En daarom ook even pauze voor een telefoontje tussendoor. En hap, de bal achter standbeen langs. Natuurlijk. En dan de assistenttrainer even vragen om over de iets wat pijnlijke rug te lopen. En die doet dat natuurlijk. Jongen. En toen dit, als kers op de taart. Ik heb het nooit en nooit meer gezien. Zittend en dan de bal zo onder bedwang. Kijk. Bal op het hoofd. Gaat nu komen. Hup. En dan gaat die bal er ook niet meer af. Dit is onvoorstelbaar. De bal en Diego. Och. Wat hielden die van elkaar. Kijk dit. Dit is zo mooi. Jij gaat weg bij Sevilla. Waarom kom je niet naar Nederland toe? Wij houden van jou. Waarom kom je niet in Nederland spelen? Yo a mí me gustaría. Yo si me hacen una oferta de Holanda, yo estoy como para escuchar. Yo lo único que quiero ahora es tener la desvinculación con el señor Cuervas, explicarles bien que no quiero hacer toda la semana de entrenamiento. Ustedes vieron que yo con el entrenamiento de hoy estoy bien, yo no puedo hacer como todos los jugadores 10 entrenamientos antes de un partido. No quiero ni me gusta y son 18 años de carrera y eso creo que es de respetar. ¿Qué es Luis Van Gaal? No tengo el ¿Nee? El placer. No. Entrenador de Ajax. El entrenador, el nuevo Ajax. Entrenador. Sí, Ajax Amsterdam. Bueno, sí. yo no tengo sí. Problema. Ik kan hem bellen, Louis, en vragen of gustaría, jij bij Ajax me gustaría, me gustaría poder tener la posibilidad de jugar en Holanda. Lo que tenemos en claro sí que tenemos una oferta de Turquía. Pero seguramente el fútbol holandés es bueno. Yo me gustaría un año más estar en Europa. Diego, ik vind jou de allerbeste voetballer ter wereld. Jij staat nummer 1. Wie staan er bij jou dan 2, 3, 4 en 5? Yo siempre digo Di Stefano por defenderle mi bandera, ¿no? Yo soy muy argentino y defiendo a Di Stefano, pero yo creo que Di Stefano, Pelé y Cruyff, yo creo que fueron grandísimos jugadores. Uh-huh. Los mejores que,
que yo haya visto en toda mi vida. Als jij moet kiezen tussen Van Basten, Rijkaard en Gullit, wie zet je dan op 1, 2 en 3? Rijkaard. Yo digo Rijkaard porque un goleador como Van Basten tiene todo y Gullit también tiene todo. Pero yo me quedo con Frank porque creo que Frank Rijkaard tiene todo lo que un jugador quisiera tener. Tiene gol, va bien de cabeza, corre como nadie. Es buen compañero dentro de la cancha, es un gran hombre fuera. Yo creo que si me dan a elegir elijo Frank Rijkaard. Sin dejar de lado a Van Basten y a Gullit, que son grandísimos, ¿eh? Pero si yo tengo que elegir en mi equipo, Rijkaard, número 2. Van Basten. Van Basten. Van Basten. Pero a Ruud Gullit a mí me gusta como hombre, como tipo, como ser humano. Yo lo quiero mucho a Ruud. Okay, ik heb iets moois voor je meegenomen, Diego. Dit is van de kijkers van Veronica. Die hebben jou uitgeroepen tot de beste speler van de 80er jaren. Dat staat Diego Maradona, best player in the world, 1980-1919, Veronica broadcast in Holland. Bueno. Especially for you, de acuerdo. Because you're the best player in the world. Bueno. And you know that. Yo te agradezco muchísimo. Yes. Muchísimas gracias. Esperemos vernos en Holanda. Okay. Diego. Okay. Hey, amigo. Gracias. Amigo.